te worden van het CDA. Naast Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Martijn van Helvert is het Tweede Kamerlid de vierde die de strijd om het leiderschap aangaat. We kennen Omtzigt zo als Kamerlid. Ik verzoek gewoon die twee notities op basis van de grondwet, wat de regering daarvan vindt, interesseert me niet, gewoon aan de Kamer te leveren. Wat zich daar heeft afgespeeld, want weet u wat voor debatten wij in die tijd in de Kamer hadden daarover? Doe ik het ordevoorstel om dit debat even te schorsen, dan kan ik even overleggen met de andere Kamerleden. Ik ben witheet. Witheet dat dit soort dingen. We zitten het hele weekend te onderhandelen omdat we zogenaamd het niet weten. Het ministerie wist het al 8 maanden. En al die 8 maanden zitten die ouders in de ellende, worden het huis uitgezet. En ze weten het, het wordt niet aan de commissies meegedeeld. Wat voor werk ben ik aan het doen, voorzitter? Ik kan wel wat anders gaan doen. Nou, en wat u wil gaan doen, dat weten we nu. U wilt lijsttrekker worden. Ja. Waarom? Nou, ik heb de afgelopen 17 jaar al met hart en ziel me ingezet. Voor burgers die in de klem komen. Die overheid die functioneert niet goed genoeg in Nederland voor zijn burgers. Ik vind dat die rechtsstaat in Nederland echt sterker moet zijn. Bij een rechtsstaat hoort dat je rechten hebt. En dat vind ik niet alleen in Nederland, dat vind ik ook in andere Europese Unielanden. Heeft wat ik gezien wat ik in Malta gedaan heb. En ik stel me dus beschikbaar als lijsttrekker, omdat ik denk dat ik dat vanuit die positie nog meer vorm kan geven. Ja, wat was het moment dat u dacht, nou, ik moet het nu toch maar zelf gaan doen? Ik heb er dit weekend lang over gesproken met mijn vrouw en ook met onze 4 dochters. En ja, gewikt en gewogen. En toen dacht ik, ja, hier moet ik me voor beschikbaar stellen. En dan is het aan de leden van het CDA wie ze de beste kandidaat vinden. Ja. Wat heeft u wat de andere kandidaten niet hebben? Oh, dat moet u aan de kiezers, aan de CDA-leden vragen. Wat denkt u zelf? Ja, ik ga alleen over wat ik zelf heb. En ik heb zelf een enorme hoeveelheid doorzettingsvermogen om te kijken hoe we deze overheid beter kunnen laten functioneren. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat we echt een schild voor die zwakkere vormen als samenleving. Dat zie je nu midden in die coronacrisis. Dat juist mensen met flexwerk hun baan kwijtraken. Veel mensen in de problemen zitten. Daar wil ik me keihard voor maken. Ja. En op termijn, want die coronacrisis, daar zijn wij nog niet uit. Hebben we nog een aantal andere grote uitdagingen. Wat denkt u van de volkshuisvesting? Het is in grote delen van het land echt veel te moeilijk om een woning te vinden. Een betaalbare woning. En nou, die uitdaging wil ik aangaan. Ja. En dat zijn prachtige thema's natuurlijk. Maar er waren ook al 3 kandidaat-lijsttrekkers. Wat kennelijk zat daar dan niet iets bij waarvan u dacht, dat kan ik niet beter. Of dat kan ik beter. Toch? Nou, ik kan het en die anderen kunnen het ook. En het leuke van een verkiezing is dat je als kandidaat geen idee hebt of je gaat winnen of verliezen. Dat is nou net het leuke van een democratische verkiezing. Daar kun je als kandidaat nerveus van worden. En het is helemaal aan de leden van het CDA wie zij willen. Ja, het is, ik vind het grappig om u te zien hier, want vorige week zat u hier ook aan tafel. En toen, ja, toen wekte u nog een soort van bijna geërgerde indruk als het ging om politieke spelletjes. Hè? Want u wil dingen veranderen en u houdt niet zo van de bühne van die politieke spelletjes. Die moet u nu wel gaan spelen. Waarom? Omdat het erbij hoort. Je moet in de media, je moet politieke vergezichten gaan schetsen. Terwijl oh, u wacht bent even. Politieke spelletjes zijn, politieke vergezichten zijn geen politieke spelletjes. Die mis ik juist een beetje te veel in Den Haag. Van waar dat land niet over een week of een maand moet staan, waar we over 10 jaar moeten staan. Ja, u zegt dat heb ik juist wel. Dat wil ik juist wel laten zien. En of ja, ik dat heb, dat moeten anderen dan maar bepalen. Ja. Ik kan heel moeilijk dingen zeggen die niet kloppen. Dus vandaag ook. Ik had graag morgen bekendgemaakt dat ik kandidaat was. Maar ja, als iemand op mij afkomt, dan lukt het mij niet om te zeggen, om zo'n antwoord te geven van ik ben geen kandidaat en dan morgen wel te doen. Ja, dat zie bent ik niet eerlijk. In mij. Nou, het lukt me niet, weet je, ja. Ja. Nou, ik zeg het omdat u vaak heeft uitgesproken over de media. Dat de media te dominant is in het publieke debat. We hebben daar een fragmentje van. En als de heer Nijboer vraagt, wat is de les voor de Kamer? Dan is de les voor de Kamer dat wij hier eens wat meer tijd gaan besteden aan wetgeving, wat minder aan spoeddebatten. Ik zal het maar gewoon heel eerlijk zeggen. Dit is een Tweede Kamer die 2/3 van zijn tijd doorbrengt door wat als je links bent op de voorpagina van de Volkskrant stond, of als je rechts bent wat er op de voorpagina van de Telegraaf stond. Ja, dat moet u nu gaan doen. U moet de media gaan bespelen. Nou hoor.
U moet campagne voeren, meneer Omtzigt. U moet u laten zien. Ja, natuurlijk moet ik campagne gaan voeren. Maar dit is wat wij in Den Haag doen. In Den Haag hebben we een vragenuurtje. En het vragenuurtje gaat altijd over wat stond er in de krant. Ik denk dat de thema's waar jij het zo meteen over gaat hebben veel relevanter zijn. Ja. Veel relevanter over wat is die diepe laag waardoor moskeeën vanuit het buitenland, uit het zeer onvrije buitenland gefinancierd worden, welke invloed het op onze samenleving heeft. Dat is ook zeer relevant werk. Heeft niet elke dag het nieuws gehaald. Ik ben blij dat jullie daar aandacht aan besteden. En dat is het soort thema's. Ja. En het kan ook zijn dat andere partijen andere thema's kiezen. Hè? Maar waar wij ook als Kamer moeten kijken. Maar mensen kiezen een mens. Iemand waarvan ze denken dat is iemand waarin ik mij herken. U zal, of u het nou leuk vindt of niet, toch ook wat van uzelf moeten laten zien. Ja. Hoe gaat u dat doen? Wat maakt u anders dan de andere kandidaat? Behalve dan dat u uit Twente komt. Ja, dat is wel een voordeel aan deze tafel, denk ik. Dat gaat de goede kant op. Ja, meerderheid heeft hij. En 4 uit Overijs. Ja. Ja. Nou ja, kijk, dat is wel een belangrijk ding, hè? Want mensen moeten. Iedereen zal zeggen dat u een geweldig Kamerlid bent. Maar als je lijsttrekker bent, dan moet je wat meer laten zien dan alleen een goed Kamerlid zijn. Ja, zeker. En het feit dat ik buiten de Randstad woon, ik bedoel, dat vindt iedereen heel bijzonder. Daar woont ongeveer de helft van Nederland. En het gemak waarmee de rest van Nederland denkt dat iedereen in de Randstad woont, ja, het is heel normaal. Ik reis op en neer. De halve week aan de ene kant en de halve week aan de andere kant. Er zit volgens mij nog iemand naast mij die dat doet. En sommige problemen zijn hetzelfde aan beide kanten van het land. Problemen met woningen zijn in Amsterdam wat erger, maar beginnen nu ook echt in de regio hard te raken. Regio Zwolle bij ons is degene die het hardst explodeert, zullen we maar zeggen. In Overijssel. En bepaalde dingen zijn anders. Dat is ook waarom ik een paar jaar geleden die actie had voor het behoud van kleine scholen. Toen werden kleine scholen, zouden geen toeslag meer krijgen waardoor ze dicht moeten gaan. Ja. Nou, in een stad een kleine school sluiten kan af en toe. Dan zeg je, ga maar fuseren. Is je kleine school een laatste in een bepaald dorp, dan zeg je feitelijk tegen het dorp, we gaan naar een uitsterfconstructie. Ik probeer beide kanten van Nederland te begrijpen. En dat gaat makkelijk in mijn eigen omgeving. En ik vind het trouwens ook heerlijk om soms gewoon in Twente te zijn. U bent vrij populair ook bij andere partijen. Of in ieder geval bij de achterban van andere partijen. Bijvoorbeeld bij het Forum. Baudet heeft wel eens iets aardigs over gezegd. Hè? U zou welkom zijn in een zakenkabinet. Ja. Is die liefde wederzijds? Nou, ligt eraan wat hij aan heeft? Of wat, ja. Nee. Ik kijk niet eerst naar iemands schoenen of zo. Nee, kijk, zijn opmerkingen de afgelopen tijd, die hebben mij niet overtuigd. Laat ik zeggen, als hij bij het Geen Stijl Café, waar ik zelf trouwens ook gewoon geweest ben, als hij daar zegt dat het CDA en de VVD uit zijn op de vernietiging van Nederland, dan denk ik dat hij toch iets over de partij zegt waar ik mij wel thuis voel. Maar nu zijn er twee kandidaten die zich uitspreken, die zeggen wij sluiten Forum niet uit. Hugo de Jonge zegt, ik zie een samenwerking met Forum niet voor me. Wat zegt u? Wel of niet samenwerken met Forum? Nou, feitelijk heeft Thierry Baudet ons uitgesloten. Als jij tegen ons zegt, daar komt hij vast op terug. En als de vraag bij u terugkomt, nou, ik zie dat zo niet gebeuren. Nee. Ik bedoel, ja, ik zie niet zomaar gebeuren dat hij daarop terugkomt. Wil u premier worden? Dat stelt u, dat is ook weer de typisch Haagse vraag. Vandaag is de vraag die ik krijg, met wie wil je dus doen? Maar moet u leren omgaan met al die vervelende vragen. Heeft u er wel zin in, al dit soort stomme vragen? Oh, ik heb zin om te praten over wat ik met Nederland wil. Ja. Maar ik heb gewoon alle vragen te beantwoorden die jullie bedenken. Dus dat is allemaal helemaal niet zo spannend. Maar ik heb ook nog even in de peilingen gekeken. En volgens mij hebben wij nog een zeteltje of 15 achterstand op een andere partij met wie we in de coalitie zitten. Ja. En dan heb je niet het recht om de koning te benoemen en niet het recht om de minister-president. De koning te benoemen is. Nee, kijk, niet. Ik bedoel, weet je, dan is dat niet aan ons op dit moment. Ja. Dus ik vind dat ook een vraag die helemaal niet aan orde is. Mevrouw Bijleveld, bent u blij met Omtzigt als kandidaat? Nou, wat ik mooi vind is dat we een verkiezing hebben en dat er echt hele verschillende kandidaten zijn waar de leden op kunnen stemmen. Hè? Want dat is wel zoals het in elkaar zit. De leden van het CDA gaan stemmen. Partijbestuur zal morgen een voordracht doen. Nadat ze de ledenraad hebben geraadpleegd, volgens mij. En dan kunnen we allemaal kiezen. Dus, zeg eens wat aardigs. Wat maakt hem blij? Geweldig. Nou ja, ik denk dat. Kijk, wat
Pieter geeft aan dat hij die is heel vast besloten op een aantal punten. Maar als ik kijk naar het programma, dan is hij gewoon een CDA'er die voor het CDA-programma staat. En dat geldt voor de andere kandidaten die er wellicht zullen zijn. Gaan we morgen horen ook. Nu zijn er al wel andere CDA-prominenten ook die zich hebben uitgesproken. Ja. Bijvoorbeeld achter Hugo de Jonge geschaard, bijvoorbeeld Vert Grapperhaus. Op wie stemt u? Nou, dat ga ik u niet vertellen. Ik hou zo van het stemgeheim in Nederland. En dat is een groot goed. En ik vind het ook mooi dat we verschillende kandidaten hebben. En dat mensen op verschillende kandidaten, ook een vrouw, dat mensen op verschillende kandidaten kunnen stemmen. En ik vind dat echt met lef gedaan. Wij geloven als partij ook in onze eigen kracht en onze eigen standpunten. En Pieter heeft er een paar verwoord. We zijn bezig met kijken naar de zorg, naar de toekomst van de zorg. Wat anders moeten we kijken naar de volkshuisvesting. Dat zijn dingen die terugkomen. En ik kijk naar Defensie. En dat is ook een belangrijk onderwerp. U heeft er ook een aardige visie op. Gaat u zich nog kandidaat stellen? Nou, dat is nu gesloten. We zagen een foto voorbij komen op Twitter, geloof ik, waarbij er vijf stippen stonden. Dus dat er was nog iets te doen. Dit was de uitgezoomde foto en dan was er er stonden vijf stippen. Dus wij dachten, misschien komt er nog één. Is nog een maar niet ik kan het u niet vertellen. Ik wil toch nog wel heel even antwoorden op die vraag van, stel nou, u wordt de lijsttrekker van het CDA. Ik wil bijvoorbeeld op het CDA stemmen, hypothetisch gezien. Dan wil ik toch weten of u premier wordt of niet. Dat is toch niet per se iets Haags, dat is gewoon iets voor de kiezer toch ook? Ik wil toch weten waar ik op stem? Dat is zoals het er nu uitziet, ergens in maart. En dan tegen die tijd gaat u vertellen of u ook premier wilt worden van het land of niet? Nou, als die vraag zich aandient, ik vind dat nogal wat. Dat... Maar Kaag doet het ook. Die zegt ook gewoon, ik ga voor de premier. Precies, anderen doen het ook. Ja, dat mag. En ik bedoel, dat is ook het leuke. Er zijn ministers die vertellen op wie ze stemmen. Er zijn ministers die niet vertellen op wie ze stemmen. En CDA is geen splinterpartij. Dus van oudsher altijd een machtspartij. Dus dan is het een hele logische vraag. Als u de baas, de lijsttrekker wil worden van het CDA, wil u ook de baas van het land worden? Die vraag is nu niet aan de orde. En als u nu naar de peilingen kijkt, zien we dat we 15 zetels achter gaan. En als ik lijsttrekker wordt, dan zal ik me eerst ontzettend hard inzetten. We hebben ons best gedaan. We gaan wel voor de winst, toch? Makkelijk interview. Ja. Nou, wat denk je? We gaan wel voor de winst. Nou, succes, dan gaan we gewoon succes daarmee. En morgen horen we het in ieder geval wel. Morgen horen we de volgende stap, ja. Okay. Nou, we gaan straks praten over de Veronica Insight, maar eerst iets anders, Angela de Jong. Want jij mocht meebeslissen over de winnaar van de belangrijkste juryprijs.